leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Six and Friends. En we beginnen maar even gelijk met wat jullie zien. Want ik heb besloten om Amethyst Song alvast een nieuw setje te geven. Dus ik heb gisteravond dit dekje gekocht en dit hoofdstel. Ze waren niet echt duur, maar volgens mij zijn ze ook niet heel erg goed. Hier snelheid 2 en geen snelheid. Maar dat maakt niet uit, want... als Shire zijn uitgetraind, zijn ze uit zichzelf ook best wel snel. Maar, wat ik vandaag dus eventjes wil zeggen. Ten eerste wil ik zeggen dat Tindra en ik een spel hebben ontdekt, soort van. En dat is zo'n leuk spel. We zijn er echt compleet verslaafd aan. Want ik heb dit gisteravond ook al verteld. Alleen, ik vond de kwaliteit niet zo goed. Dus die plak ik hier even tussen. En dan zie je wel wat ze zeggen en zo. Ik heb een spel op mijn telefoon. En daar heb ik Tindra in meegetrokken. Daar zijn we echt compleet verslaafd aan. Heel verslaafd. We zijn echt verslaafd. We hebben net zaten we RP te doen. Meer dan de helft van de tijd dat we RP speelden. Kijken we op ons telefoon of we niet een melding ervan krijgen. Maar het heet King of Thieves. Thieves, ja. Ik weet dat ik het niet zo moet uitspreken. Dus Thieves. En King of Thieves is gewoon een superleuk spel. Je bent een soort... dief, want dat betekent thieves. Dan ben je een dief en dan ben je van de troon gestoten, want King of Thieves. En dan moet je proberen om weer de beste van eigenlijk iedereen die het speelt te zijn. En ik ben daarop al best wel ver. Ik heb best wel goede edelstenen en zo, want die moet je dan stelen. En het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar als je het eenmaal gaat spelen, dan snap je het wel. Dus ik vraag jullie om King of Thieves te downloaden. Dat kan in de Play Store. Ik weet niet of dat in de App Store kan. En ik word hier niet voor betaald om dit te zeggen of zo. Maar ja, ik vind het gewoon zo'n leuk spel. En ik zou eigenlijk willen dat ik verbonden met iedereen kan zijn. Want op een gegeven moment kun je met Facebook verbinden. En als je dat nou doet, dan moet je mijn Facebook maar eventjes als vriend vragen. Want dan kunnen we elkaar helpen als elkaar stenen zijn gestolen. Want je steelt zeg maar van andere spelers en shit. En, maar dat komt er dan te staan als je stenen is gestolen. En dan kunnen je vrienden van Facebook kunnen jou dan daarmee helpen. Dus, mijn Facebook is Silke Stofbergen. En... normaal zou ik dit niet zomaar zeggen, maar ik plaats er niks op of zo. Dus ja, dat maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Maar dat was dat. Dus ga het spel downloaden en zeg even in de reacties of je het hebt gedaan. En maar je kan nog meer in de reacties zetten, zoals bijvoorbeeld een vraag. Want volgende week zaterdag, de 3e van februari, ga ik een Q&A doen. En dan mogen jullie in de reacties vragen stellen. Maar er zitten twee regels aan. Ten eerste mogen het geen vragen zijn over persoonlijke gegevens. Want ja, dat moet gewoon niet. En ten tweede niet over waarom ik geen stalrijder mag zijn en of ik iets voor jou mag betalen. Want ten eerste, waarom zou ik? En ten tweede, ik heb al vaak genoeg uitgelegd waarom ik geen stalrijder mag zijn. Ik weet niet of het altijd even duidelijk was, maar dan moet je maar gewoon een video terugzoeken of zo. Maar ja, dus dat. Dus zet in de reacties, een vraag, als je die hebt. En dat was denk ik al de video. Het is niet een lange video, maar kort maar krachtig. Dus bedankt voor het kijken.
Vergeet niet te liken en te abonneren, want als we de 100 abonnees halen, komt er een hele leuke video die jullie echt allemaal te gek vinden, 100% zeker. Dus bedankt voor het kijken. Doei!